Kijk, dit is een gewoon huis. Het enige andere eigenlijk er is, aan is, het is rond. Nou, er zijn meer ronde huizen. En het draait. Follow, follow the sun. And which way the wind blows. When this day is done. Het gebouw begint te draaien 's morgens hier in het oosten. En draait dan over een rails naar het westen. Hij draait heel langzaam. Hij draait in 12 uur. Dus na een uur is hij 2 meter gedraaid. Op dit moment staat het gebouw zo dat je bij het terras bent. Dan kan je er zo oplopen. En als dan, ik hier zou laten staan, dan staan zo meteen zijn voetjes scheef. Ja, ik begin al een beetje scheef te staan, ja. Ja, het lijkt niet zo snel 2 meter per uur. Dus kijk, en nou is hij er al. Hij is nou al bijna bij dat spleetje. Kees doet altijd zo met zijn schoenen en ik kijk altijd naar de naadjes. Nou, lekker dan. Eve ontwierp het huis helemaal zelf en gaf het de naam De Wendelaar. Ik denk beweging. Niet stil blijven staan. Het idee dat je iedere keer een ander uitzicht hebt. Dat hoort ook wel een beetje bij mij, denk ik. Nou, hier kom je in de slaapkamer. Het is ook heel leuk als je in bed ligt, dan kun je allemaal zo die balken zien. Ik ben echt heel blij met het huis. Het heeft een heel, heel goed gevoel. Nog voordat het huis gebouwd werd, had ik al de maquette gemaakt. Was er nog officieel geen één tekening. Kijk, hij kan draaien. Kijk, deze kan ook vliegen, hoor. En dan draait hij zo. En dan draait hij naar het westen. En in de nacht laten we hem weer terugdraaien. En je moet altijd zoeken waar de voordeur is. Ja, dit is de technische ruimte. Dit is niet helemaal ideaal geregeld. Want dit wordt wat moeilijk, denk ik, als ik 80 ben. Ik klim omhoog en doe ik hem hier aan. Links is naar het westen, rechts is naar het oosten. Dus we willen nu naar het westen. Dus dan doe ik hem hier aan. Ik ben geen architect, ik ben wiskundedocent. Maar ik heb ook nog steeds het idee om architectuur te gaan studeren. Hoewel architecten tegen me zeggen, ja, je weet toch alles al. Ook wat huizen betreft heb ik nog ontzettend veel ideeën. Ik vind het best als ze eerst nog even een cursus bouwkunde doet en een cursus architectuur. En... Van Kees mag ik allemaal maquettes maken. Maar ja, ik heb toch iets van, ik wil het ook uitvoeren. Ik ga het bordje nog een keer schilderen. Met de naam van de woning. En Wendelaar. Het is wel een voordeel. Kees is de rustige van ons twee. Ik ben de onrustige van ons twee. En voor mij is het wel goed dat Kees rustig is. Ik zit wel aan een spiraalwoning te denken. Nou, daar ben ik niet zo heel erg goed in het afremmen. Maar dat is op zich ook niet zo erg, hoor. Want het maakt het leven ook wel heel afwisselend. De ideeën gaan wel door. En je moet het durven. Dus je moet durven om iets anders te bouwen dan wat de meesten hebben. Ja, wat dat betreft vullen we elkaar heel goed aan, ja. Dus. Maar. Er gebeurt heel wat vanmorgen.